Elwing vannacht. Nou ja, het is een grote hond, dus er komt meer uit. Dus dan sta je midden in de nacht op je slaapkamer op te ruimen en in te dweilen. Die zit zijn goed maar om water te poetsen. Gandalf. Gandalfie. Hi, mijn. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is al vandaag weer zondag, de 23e. We zitten ongeveer dik op de helft. Ja, we lopen alweer naar het einde van januari toe. Wat gaat de tijd snel. Maar welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is 14:28. Ik kom net van boven. Ik heb een rotnacht gehad. Niet door mezelf, maar er zijn er twee anderen ook nog ziek geworden. Althans, of ze nog ziek. Ja, Rijker nog wel. Want die had net ook weer aan het overgeven geweest. Maar Elwing vannacht. Nou ja, het is een grote hond, dus er komt meer uit. Dus dan sta je midden in de nacht op je slaapkamer op te ruimen en te dweilen en te doen. Om 2:30. Dan moet je maar weer zien om weer in slaap te kunnen komen. Dat gaat dan ook moeilijk als je eenmaal wakker bent. En Rijkaard die begon vanochtend eerst beneden in de, hier in de kamer. Ik was beneden, want ik moest naar de wc en toen kwam zij, nee, wacht even. Zij maakte me wakker omdat ze van bed al sprong en naar beneden ging. Ik denk ook, dan moet ik achteraan, die moet plassen of wat dan ook. Dus, hup. Maar meestal moet ik zelf ook, maar dan laat ik er al in de kamer, dan ga ik zelf eerst naar de wc. Maar toen hoorde ik kokhalzen, dus ik, als ze zo de warie naartoe, had ze het al een klein beetje gedaan. Ik denk, nou, dat maak ik schoon, dus verder naar buiten. En ik heb het schoongemaakt toen zelf naar de wc. Maar later op de ochtend, ik was weer teruggegaan naar bed. En later op de ochtend, nou, in de gang, een heleboel. Het was dan wel allemaal galm, maar je moet het wel weer schoonmaken allemaal. Nou, toen had ze echt heel veel eruit gegooid. Dat ik hoop, ik weet nog niet waar ze is. Oh, daar. Hé? Joh, potidiki, hè? Ze zit op de vensterbank. Het hoopie. En dan kan ze zo zielig kijken, hè? Als ze niet in orde zijn. Maar ja, kijk naar mezelf. Ja, ik was toch ook lang niet. Ik ben ook goed ziek geweest. Maar ja, bij hun is het meestal maar eventjes. En dan gaat het wel weer. Nou, ik ga straks lekker met ze naar buiten. En dan gaat het, denk ik, ook wel weer goed. Ja, kind. Ja. Nou, leggen ze met z'n tweetjes. Oh, precies. Hé. Maar in ieder geval, en dan hebben we Gandalf. Waar zit die? Die zit zij goed maar om water te poetsen. Gandalf. Gandalfie. Hi, mijn. Hey, ja. Vind ik ook. Gelijk heb je. Maar in ieder geval, het is dus vandaag een zondag, maar de zon die is er niet hoor. Althans niet hier. Die is ver te zoeken. Het is hier grijs, grauw en triest weer. Het is wel droog, maar het is ook triest weer. Ja, dit weer hoort ergens bij. Het is niet een leuk onderwerp, maar het hoort er wel bij, vind ik. En dat is wanneer je verdrietig bent, met een begrafenis, crematie of zo. Ja, echt, dat weer is het. Maar ja, dat is mijn klok. Die zegt dat het is 2:30, maar die is... het is 14:32, die is achter. Maar niet veel. Ik ben een eind voor, ik heb er 35. Maar ja, mijn horloge staat altijd voor. Dan kom je tenminste overal waar je een afspraak hebt op tijd. Dus als dat er gaat, doe je dat toch goed. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie alles met wat jullie doen. Heel veel plezier mee. Geniet ervan. Geniet met elkaar als je met meerdere bent. Verzin maar wat. Ja. Dus ik zou zeggen, tot de volgende ronde. Ik ben gisteren trouwens voor jullie alweer druk bezig geweest. Er staat nog niks op YouTube, maar ik ben wel bezig. Ja. Ik
Ik heb al één vlog in elkaar gezet, maar ik wil meerdere, dat ik op YouTube meer één kan plannen, dat ik daar ook een beetje rust van heb, weet je? Ik denk dat mijn neus kapot is geweest, waardoor weet ik niet, maar ik heb een kastje erop. Maar oké, en daar kijk ik scheel op, ja. Meer is niet op mijn neusknopje, ik heb een neusknopje in, hè, nu. Want mijn ringetjes, die zijn te potverdikken. Maar de eentje mist een steentje en de andere is troep. Ja, die gaat krom staan en al. Nou, dat hoort niet. Maar er is een steentje uit, die zilveren. Ja, die ik bij Lucardi vandaan had. Nou, en daar zit wel een kristalletje in. Nou ja, dat wil ik laten maken. Ja, anders. Maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. En ik zou zeggen... Gewoon vol goede moed houden. Ik hoest nog steeds. En dan ben ik af en toe weer schor en hees. Maar ach, ik kan de pret niet boeien. Ik zit aan die pret niet zo, dus komt ook nog goed. Daar was het alweer. Maar in ieder geval, ik ga lekker met mijn meisjes naar buiten. Ik zou zeggen, tot later.